Ellen van Looy, enkele weken geleden nog in de Canadese modder en nu hier in de Limburgse zon. Wat een contrast. Absoluut contrast. Eerste wegwedstrijd voor mij, dus het is altijd wel aftasten hoe dat conditie is en hoe dat de conditie van de andere is. Maar ik ben blij, ik ben in het pak aangekomen. Werd met momenten wel fel en hard gekoerst toch. Ja, proberen de schade te beperken dan. En dan ja, snel terug vooraan post vatten en dan... Ja. Stilletjes in het pak blijven zitten en aankomen. Ja, de koers bleef op sommige momenten en vooral in het begin toch wel wat gesloten. Maar er waren wel enkele uitvalspogingen. Maakte dat het toch wel wat vermoeiend? Absoluut. Het is altijd kijken wie vertrekt er. Het is niet aan mij of niet aan ons veldrijders om vandaag de koers mee te maken. Maar ik vond het toch ook belangrijk om mee vooraan te kunnen blijven. Gezien de wegen soms toch wel vrij smal waren. Bochtig parcours. Dan ook nog de hellende stroken. Dus het was een beetje aftasten en vooral kijken. Maar inderdaad, als er dan demarages zijn, dan maakt de koers net leuk. Zeker en vast, maar ook wel hard. Ja, je zei ook zo net dat het jouw eerste wegwedstrijd is van het seizoen. Alles om je klaar te stomen richting het veldritseizoen dan? Misschien nu nog iets te vroeg. Ik ga nu de wegwedstrijden een beetje opbouwen. Een beetje kijken wat me ligt en waar ik ga rijden. Ik ga sowieso nog door tot het Belgisch kampioenschap eind juni. En dan misschien even terug het tempo een beetje minder. En dan vanaf augustus toch wel stilaan. En dan echt wel de piek richting de voorbereiding richting het veld. Ja, zijn er in de komende wegwedstrijden ook nog ambities voor Ellen van Looy? Elk jaar schaaf ik mijn ambitie bij. Ik ben begonnen met een koers uit te rijden, zoveel jaren geleden. Nu is het me eigenlijk op heden altijd gelukt. Ik heb elke koers die ik waar gestart ben, heb ik uitgereden. Dus stilaan heb ik mijn ambities bijgeschaafd. En nu ga ik voor mezelf toch wel voornemen om goed vooraan mee pas te vatten. Sowieso. En als er demarages zijn, sowieso proberen mee te gaan. Of misschien zelf wel eens een poging ondernemen. Ja, we vertelden het in het begin al, jouw Canadese avontuur. Ik denk dat dat wel een hele belevenis was. Absoluut. Het was een combinatie van wegwedstrijd, maar dan met de crossfiets, off-road. Toch een beetje in het zand. Klein beetje modder, niet heel veel. Maar het was een combinatie. Het was een fijne ervaring, heel veel leuke mensen. We werden daar onthaald als echte VIP's. En ik ben blij dat we de wedstrijd ook wel goed hebben kunnen afwerken. Zowel Christine als ik stonden op het podium. Dus dat was wel fantastisch voor ons. Ja, je werd tweede. Dat toont toch wel de sterkte van Ellen van Looy. Je trok toch wel de lijn door van vorig veldritseizoen. Klopt, ja, sowieso misschien inderdaad de sterkte, maar ook wel een beetje de naïviteit om in de start veel te lang mee te gaan. Ik had eigenlijk vooral moeten kijken naar de andere dames en in de groepen bij de andere dames moeten zitten. Niet mezelf tussen de eerste 50 elite mannen blijven zitten, want daar ligt voor mij toch niks. Daar moet ik het niet van zoeken. Dus niet echt over nagedacht hoe dat ik het ging aanpakken, omdat ik ook niet goed wist wat er mij te verwachten stond. Maar als ik nu weet wat ik na de wedstrijd, dan zou ik het volgend jaar zeker en vast anders aanpakken. Goed, dankjewel en succes nog in jouw zomerseizoen. Dankjewel.